Hey, goedemorgen mensen. Goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn alweer onderweg, dus richting Alicante. We hebben nu zo'n 75 kilometer gereden. We hebben net pauze gehouden, stokbroodje gegeten, koffie gedronken. En we gaan zo weer door. We zijn blij dat jullie weer met ons meegaan. En in deze vlog ga je allemaal weer zien wat wij gaan doen. Op een hele nieuwe locatie. Wat dat is, dat ga je zo zien. Met zijn camper altijd paraat. Theo en Judith, geen moment te laat. Toffers campervlog, altijd in de spot. Theo en Judith, avontuur non-stop. Toffers reisverhalen, spanning elke shot. De reis wordt nooit gestaakt, grenzenloos en hot. Toffer met de camper. Waar zijn we nou beland? En hier komen wij aan bij Dunas Eimar. Goedemorgen mensen, ondertussen dus alweer vrijdag 19 januari. Dunas Eimar was de eindbestemming, was een ritje van 150 kilometer van Daimús deze kant op. Hier staat onze camper en daar mensen staat de camper van mijn jongste broer. Jazeker, je hoort het goed, beide broers van mij zijn in Spanje. De een was in de buurt van Barcelona, Tarragona was het namelijk, en de ander zit hier met de camper. Maar mensen, we hebben gisteren een gezellige dag gehad met z'n vieren. We hebben niet al te veel gefilmd, maar we hebben er gewoon een gezellige boel van gemaakt en de dag afgesloten met een barbecue. We gaan nu nog even samen ontbijten en dan gaan Ronald en Irma hun vakantie voortzetten naar een andere locatie en wij blijven hier. En daar gaat mijn broer met zijn vrouw Ronald en Irma naar de volgende bestemming. Hey, goedemorgen. Zaterdag. Wat is het? 20ste alweer, hè? 20ste? Ja, we zijn dus in La Fulgencia. En daar is op zaterdag markt. En dat is hier heel makkelijk. Als je hier op deze camperplaats staat, is de kwestie van een klein eentje lopen en je bent op de markt. Maar hier achter me, hier, zo, daar is de camperplaats. En daar draai ik even om. Dan heb je daar de Lidl en daarachter is de markt. Dus wij gaan even kijken wat er dus op die markt te beleven is. En misschien zien we nog wat moois. En dan gaan jullie dat ook zien. En de sinaasappels, die kosten hier dus 60 cent per kilo. En bij ons in Nederland denk ik zo'n 3,5, 4 euro, wat zei Judith? En het zijn lekkere sinaasappels. 5 kilo voor 2,50. Ja, hier, hoor je het? 5 kilo voor 2,50 euro. En het is niet alleen een groentemarkt of een kledingmarkt, maar ook technische snufjes, oordopjes, kabeltjes enzovoort. Daarbij is het een markt die vanuit de hele regio mensen aantrekt. Het is een grote markt. Ik hoor je veel Nederlands om me heen, Duits om me heen, dus een internationaal gebeuren. Ja, allerlei talen hoor je hier. Engels, Frans, Spaans. Het is echt een grote markt, mensen. Als je hier in de buurt van San Fulgencia bent en het is zaterdag, kom dan zeer zeker eens deze kant op en bezoek deze markt. Ze hebben van alles, het is niet duur en het is een leuke besteding van de zaterdag. En als er dan toch een churros kraam op de markt staat,
bestellen wij een bakje koffie met een portie churros. Churros wordt vaak aangeduid als zijnde een Spaanse donut. Echter, de smaak komt dicht bij de Hollandse oliebol. Soms is er ook nog grappig speelgoed te kopen. En we kopen nog even 3 paar sokken voor 2 euro. Goedemorgen mensen, alweer een dag verder, zondag. En het wil nog niet erg vlotten met het weer. Kijk, de zon moet doorkomen en er zitten nog wat wolkjes voor. Nou zegt El Tiempo, dus de weer-app, dat de zon vandaag echt wel gaat komen, maar we moeten geduld hebben. En vandaag gaan we weer fietsen mensen. Ze staan klaar. Wij gaan dus naar het dorpje San Fulgencio. Dus even kijken wat daar te beleven is. De camperplaats ligt in het plaatsje San Fulgencio. De bebouwde kom van San Fulgencio is 8 kilometer verder het land in. Na een paar kilometer fietsen dachten wij dat we er al waren. Maar nee, het was de urbanisatie La Marina. Urbanisatie is het geleidelijk uitbreiden van een intensief bewoond gebied. Wij moeten nu nog 4 kilometer fietsen om San Fulgencio te bereiken. San Fulgencio, een dorp gesticht in de 18e eeuw. Er was een bisschop van Cartagena die de opdracht gaf om van dit moerasgebied vruchtbare landbouwgrond te maken. Er is een prachtig mooi pleintje met mooi gesnoeide bomen. Wel heel bijzonder dit, toch? En deze schitterende fontein. Hier in de hoek staat nog een kerkje. Daar is nog een dienst gaande. Wij wachten even tot die afgelopen is. En dan kijken we even of we binnen in de kerk kunnen kijken. Wij zijn even de kerk ingeslopen. Mooie kerk, mensen. Kijk eens. Wij hebben het prachtige dorpje bekeken en we gaan langzaam terug richting de camperplaats. Nee, is ook niet leuk fietsen. Het is gewoon zijn twee. Heel saai. Het zijn twee rechte strepen. Ik kan mij toch maar die sinaasappelplantages waar je tussendoor fietsen. Ja, dat is leuker hè? Het is wel makkelijk. En na een kilometertje of 9 fietsen komen we weer aan de kust in het plaatsje Guadamar. We gaan eens even kijken of hier een soort van boulevard is waar we even over de zee kunnen turen. So
En dit hele gebied, dat moest dus vroeger vruchtbare landbouwgrond worden. Mede dankzij dit soort technische snufjes, bouwwerken, aquaductjes voor watertransport, is dat natuurlijk waarheid geworden. We willen eigenlijk even zien of we aan de andere kant van dit riviertje kunnen komen. Hier ergens een brug is, want wij vermoeden dat achter die flats dat daar een boulevard en een strand is. Maar wij zoeken gewoon verder, want de zon breekt door, mensen, en het is geen straf om te fietsen. En via een hobbelig grindpad zijn wij weer bijna bij de camperplaats. Het was al een mooie tocht, mooie route. Zeker toen de zon doorkwam, begon het toch echt lekker te worden om te fietsen. Wij hebben hier weer van genoten. En we gaan op voor een bakje koffie. En hier komen we de tunnel onderdoor en dan zijn we bijna bij de camperplaats. Daar ligt de camperplaats. Camperplaats Dunas Aymar. Dit is de poort waar we binnen zijn gekomen. Als je eenmaal binnen bent, heb je daar de receptie. Daar zitten twee hele aardige dames. Die begeleiden je bij de inschrijving en bij het inchecken. En die brengen je naar de plek. Alles kan hier in het Engels en in het Spaans. Ik denk zelfs wel in het Duits, maar dat weet ik niet zeker. Maar de dames zijn zeer behulpzaam. Deze camperplaats biedt plaats aan 65 campers. Eventueel met stroom. Stroom wordt hier afgerekend naar gelang je gebruikt, dus gewoon per kilowatt afgerekend. De plaatsen kosten hier €14 per nacht. En alle voorzieningen die je als camper aan nodig hebt, die zijn hier aanwezig. Daar is een loofsplek waar die witte camper staat, wit-grijze camper. Met daarachter nog een loofsplek voor de chemisch toilet. Hier een terrasje. Hier kun je heerlijk in de zon zitten. Frisdrankautomaatjes en een automaat voor wat snoepgoed, chips, chocola enzovoort. Deze camperplaats is nieuw, is nog maar een paar maanden open. Ik geloof vanaf 1 oktober of 1 november, maar ik dacht 1 oktober. En je hoort het al, mensen, hiernaast ligt dus de snelweg. Dat is de 332. Hier op de camperplaats hoor je hem goed. Wij hebben er geen last van gehad en zeer zeker met slapen niet. Maar 's nachts rijdt er bijna niemand. Dicht bij de camperplaats, en dan zie je daar de borden van: Burger King, tankstation en een heel groot winkelcentrum. Dat laat ik nog wel even apart zien. Kijk, mensen, dit is onze plek. Hier zitten wij lekker in de zon. Kijk, dus hier is het sanitair gebouw. Hier de afdeling om je afwas te doen. En je was te wassen en te drogen. En dan zit aan de andere kant de toiletten en de douches. Deze ingang is dat voor de dames en aan de andere kant voor de heren.
Wat net zo handig is op deze camperplaats, mensen. Hier rechts zit een poortje. Dat is een binnendoorpoortje om in het winkelgebied te komen. Je krijgt daar dus een sleuteltje van. En dan sta je hier dus buiten de camperplaats. En daar heb je alle winkels op loopafstand. Mensen, ik had al gezegd dat hier een schitterend mooi winkelgebied bij ligt. En een Burger King. En hier een grote supermarkt van de Lidl. Hier hebben we ook de Mercadona. En dan hebben we hier nog een Aldi. En dat is wel mooi, want die camperplaats die ligt daar ginds aan deze 332. En hier loopt de 332 direct langs de winkels. Dan heb je daar nog een heel winkelcentrum, wat niet echt uit de verf gekomen is. Dat is een beetje een mislukt gebied. Maar ja, ik denk dat het in de toekomst nog wel goed komt, want er wordt nog volop gebouwd hier. Wij gaan even boodschapjes doen bij de Mercadona. We naderen, of dit is al, Turf 4. Ja. We beginnen het te leren. De J is een G. De dubbel L is een J. Ja. Goedemorgen. Dag Theo. Wij zijn weer onderweg. Wij hebben San Fulgencio verlaten. Dat was best een mooie camperplek. Was een beetje... Het geluid van de weg wat je overdag hoorde, we hebben daar 's nachts geen last van gehad. We gaan nu op zoek naar de volgende locatie. Wat dat is, nou, weten we zelf nog niet. Maar in ieder geval zijn we zo ver gekomen... Dat we nu in de file staan. Dat we nu in de file staan, dus hebben we mooi even tijd om te zeggen dat dit het einde van deze vlog is. Nou ja, was het weer zover. Ja, dan hebben we alles bij elkaar weer een minuutje of 17, 18... En dat is voldoende. Dus onder de 20 minuten proberen te blijven. Ja. In ieder geval, dan is dit dus het einde van de vlog, mensen. Ik hoop dat je het deze keer ook weer leuk vond. Dan doe je even een duimpje omhoog. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan kan dat nog. Want ook vandaag is dat gewoon gratis. Kost helemaal niks. En je doet ons er een heel groot plezier mee. Want er kijken altijd nog heel veel mensen die nog niet geabonneerd zijn... Dus mensen, het kan nog zat. Dus doe dat even. Dan heb je vandaag in ieder geval een goede daad gedaan. Ik zeg tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog. Doei.